Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe Banyan Movie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over een van de vele mysterieuze dingen in het leven. Dan bedoel ik niet het monster van Loch Ness. Ik bedoel ook niet Bigfoot. Nee, ik bedoel vrouwen. Ja, vrouwen, want ik als man zijnde kan weinig begrijpen van vrouwen. En vandaar de lijst 25 dingen die ik niet snap aan vrouwen. Voordat vrouwen ergens naartoe kijken, gaan ze al gillen. Dus stel je zegt, hé, er zit daar een spin, dan gillen ze en daarna kijken ze. Als ik iets zie bij een van mijn vrienden of vice versa, dan zeggen wij er wat over bij elkaar. Maar vrouwen, die kunnen beledigende complimenten geven. Zo van, oh, leuke jurk, die stond mij vorig jaar beter. Dat mensen spreken over vrouwenfilms zegt meer dan genoeg. The Notebook, Mamma Mia, Titanic. Hoezo moeten vrouwen een eigen categorie films hebben? Vrouwen krijgen een epileptische aanval als ze elkaar weer zien. Ze gaan gillen, worden gek. Gaan elkaar knuffelen, springen en doen. En kijk, als een hond zijn baasje heel lang niet heeft gezien, dan wordt die hond helemaal gek. Dat vind ik leuk om te zien. Maar vrouwen, die worden gek bij iedereen. Dat is niet meer leuk om te zien. Afvallen. Elke maand is er wel weer een ander dieet wat ze gaan proberen. En dan na één dag stoppen ze, maar na twee dagen beginnen ze weer. Na drie dagen... Het is echt raar. Het is raar hoeveel diëten er überhaupt bestaan. Laat staan dat je ze allemaal ook nog echt gaat proberen. Feministen. Ja. Die hebben nog af en toe van die rare trekjes. Als je mij op rolschaatsen zet, ga ik direct op mijn bek. En zet je mij op schaatsen, dan val ik direct door het ijs. Hoe kan het dat vrouwen dan alsnog op hakken lopen? Gewoon voor de lol, om er mooi uit te zien. Dat is ongelofelijk knap. Oké, wacht even, niet dat ik het echt wil of zo. Want nu klinkt het erg alsof ik op hakjes wil lopen. Maar je snapt het idee. Ik snap hakken niet. Vrouwen kan je onmogelijk pleasen. Of ze hebben te weinig geld, of ze hebben te veel geld. Of ze zijn te dik, of ze zijn te dun. Of ze hebben te warm, of ze hebben te koud. Ach. Ik kan er uren doorgaan, maar het is nooit goed. De overkill bij het woordje schattig. Niet alles op aarde is schattig. Nagellak begrijp ik ook niet. Kijk op je vingers, oké, dat zien mensen en dat snap ik. Maar op je tenen? Er is toch nooit een jongen geweest die heeft gezegd... Oh, kijk haar nagellak. Ik zou haar vanavond kapot willen. Nee. Heeft nog nooit een jongen gezegd. Als je een vriendin hebt en je bent boven de 18... kan je vriendin je nog wel eens op gaan hitsen. Rol je lekker tegen haar aan en dan heeft zij geen zin. En dan lig je daar een beetje. Als ik te snel Ben & Jerry's ijs eet, dan bevriest mijn hersenen. En als ik te snel een kaassoufflé eet, dan verbrandt mijn hele mond. Maar vrouwen, die gieten die Ben & Jerry's hup achterover, vreten die kaassoufflé op en voelen niks. Ze voelen niks, echt nul. Ik vind het zelfs een beetje eng dat je dat niet voelt. De gezamenlijke haat van vrouwen voor staand plassen. Ja, dat is het laatste stukje mannelijkheid wat wij nog hebben en het wordt van ons afgenomen. Waarom? Oh, omdat een paar mannen de bril niet naar beneden doen? Word ik erop afgestraft? Kom op, alsjeblieft. Doe me dit niet aan. Hoe meer interesse je in een vrouw toont, hoe minder leuk de vrouw je vindt. Daarentegen vinden alle vrouwen die geheimzinnige bad boy zo leuk met heroïne in zijn arm. Dat je denkt, jongens... Kom op! Ik ben een gelukkige jongen dat ik iets snap van een BH-maat. En daar schaam ik me ook wel een beetje voor. Maar hetgeen wat alle jongens, althans alle jongens, heel veel jongens en ik ook, niet begrijpen is hoe je een BH openmaakt. Als een vrouw iets wil zeggen, dan doet ze dat niet. Nee, ze constateert het alleen maar. Moet je nagaan dat je op de bank zit en een vrouw zegt... Het vuilnis moet trouwens een keer naar buiten. Huh. Dat betekent dus eigenlijk, breng jij het vuilnis even naar buiten. Een girls night out of een vrouwenavondje snap ik ook niet. Want als je zou vragen aan een vrouw, hey, wat is dat dan? Dan zeggen ze allemaal, is niks. Het is gewoon leuk met de meiden even wat geks doen. Maar hoezo zou je niks even leuk met de meiden gek doen? 4 maanden van tevoren inplannen. En waarom mogen daar geen mannen komen? Er is daar iets. Er is daar iets op die feestjes wat ik niet weet. En ik wil weten wat het is. Wat gebeurt daar? Vrouwen en achteruit inparkeren begrijp ik niet. En ik loop langzaam weg voordat ik ruzie krijg met heel veel vrouwen. Want sommige vrouwen kunnen wel achteruit inparkeren. Alleen niet allemaal. Heel vaak als ik met vrienden ruik, dan zitten we daar. Oh jezus, wat ruikt hier toch? En dan komen we er langzamerhand achter dat wij het zelf zijn. Daarentegen ruiken vrouwen altijd goed. Hoe kan het dat vrouwen altijd goed ruiken? En mannen echt soms meuren als de tering. Als een vrouw vraagt naar je mening en je hebt geen mening of je wil je mening niet geven... Maakt niet uit wat je doet, je geeft uiteindelijk toch wel een mening. Ook al is het niet je eigen mening, er moet een mening op tafel komen als... Ik geloof nog altijd dat er een geheime organisatie is van vrouwen die iets doen in de wc. Waarom ga je anders in groepen naar de wc? Er moet daar iets zijn, een soort geheime vergadering waar wij mannen niks van af weten. Wat gebeurt er in de wc dat je in groepen naar de wc moet gaan? Waar wij mannen veel te makkelijk zijn en denken, oh, ik vind dat wel cool, ik vind dat wel vet, laten we dat meenemen. Daar denken vrouwen altijd dat er een beter tasje bestaat of een betere set schoenen. Ongelooflijk. Dit waar jij nu naar kijkt is echt een jongenskamer. We hebben daar een Star Wars poster, we hebben daar een Pokémon poster, we hebben hier een kast gevuld met onzin. Alleen bij een vrouw
zou die hele kast gevuld zijn met huidproducten. Het is ongelofelijk hoeveel huidproducten er bestaan. Laat staan dat je alle huidproducten nog in een kast kan zetten. Wauw! Dank voor het kijken naar deze Splitsplit, de nieuwe Banjo Movie. Hopelijk vond je deze Banjo Movie leuk. En deel je de link hierboven, pak je die en tweet hem door naar al je vriendinnetjes op Twitter. Want wie weet kunnen we eindelijk antwoord gaan krijgen op al die dingen die we niet snappen aan vrouwen. Of stuur deze video via Facebook door naar al je mannelijke vrienden om duidelijk te maken dat wij mannen er niet alleen voor staan. Of je laat deze video gewoon zien aan je moeder en je zorgt ervoor dat je ouders daardoor ruzie gaan krijgen over alle vragen die we net hebben opgeroepen. En dat ze gaan scheiden. Nee, niet doen. Doe dat niet. Niet doen. Foei. Maar zoals Goku in Dragon Ball ziet, Dragon Ball spaart. En zo spaar ik blauwe duimpjes op YouTube, dames en heren. Geef vooral jouw blauwe duimpje hier beneden voor mijn collectie. En waar ik nu naartoe wijs, zijn mijn eigen Dragon Balls. Ah! Ben je ook aan mijn rug op zo'n rare kutplek? Ja, het is nog raarder dat ik dit eigenlijk half film en op YouTube zet. Toch bedankt voor het kijken. Het abonneren hier beneden. Blauwe duimpje hier beneden. Delen van deze video. Gasten, volgende week zondag ben ik er weer voor jullie. Tot dan en ik check jullie later. Bye.